Het is zo'n mooi stukje Dordrecht, de Voorstraatshaven, hier te zien vanaf de Pottekade. Toeristen komen hier graag en worden er rondgevaren met bootjes. En wat zien ze dan? Gevels die soms zeer doen aan je ogen, omdat ze zo slecht onderhouden zijn. Zoals u ziet hier aan de achterzijde, verkeren die panden in een echt heel slechte toestand. Je moet natuurlijk ook verwaken dat je niet op enig moment het point of no return gaat passeren. Wellicht met z'n allen, als we de schouder eronder te zetten, is er nu nog wat aan te doen. En op het moment dat je de panden verder laat verwaarlozen, komt er natuurlijk een moment dat punt niet meer te realiseren is. En zover moeten we het niet laten komen, vinden wij van Oud-Dordrecht. De gevels. Dit is een heel mooi stuk, hè? Ja. Hier. Echt Hollandse gevels vinden wij dat. Ik vind dat je dat direct herkent als zijnde anders dan bij ons. En wat vindt hier u? Zouden ze wel een beetje misschien gereinigd mogen worden. Ik denk dat het met een beetje moeite nog veel, veel mooier gemaakt kan worden. De vereniging Oud-Dordrecht vindt dat pandeigenaren aangespoord moeten worden om meer te doen. Ik denk dat voor de gemeente Dordrecht hier ook een belangrijke taak is weggelegd om dat te stimuleren. En mocht stimuleren niet helpen, om te kijken of er ook op andere wijze, misschien wat meer dwingende wijze, vaardig te deze zaak gezet kunnen worden. Zelf probeert de vereniging ook een steentje bij te dragen. In het kader van ons 125-jarig jubileum wilden wij nou graag op positieve wijze aandacht besteden aan het beschermen van het stadsgezicht. En vandaar dat wij in gaan stellen een Dordtse puierprijs, waarbij we nou eens aandacht willen schenken aan eigenaren van panden die een schouderklopje verdienen en laten zien hoe het ook kan, het herstellen van panden.